Vandaag wordt weer een drukke dag. We gaan vandaag wat uitstapjes doen om wat spulletjes te halen voor mijn nieuwe studio / souterrain / beneden verdieping. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik noem het gewoon mijn nieuwe kamer. En ik ben mijn tuinbroek een beetje zat, dus ik heb even iets anders aangetrokken. Niet dat dit heel veel beter is, maar het moet een beetje vies mogen worden en ja... Ik vind het prima. Mijn haar is nog een beetje aan het opdrogen. Vandaar dat het er zo raar uitziet. Ik ben gewoon beter. En ik ga nu naar mijn ouders toe. Ga ik denk eerst even een lekker bakje koffie nuttigen. En daarna gaan we naar de Hornbach. Gingen we daar ook weer doen? Ik ga iets met een tegel. Verder heb ik niet zo heel veel te melden. Dus let's go. Hallo. Gaat ie goed? Got you right there on camera. Eerste wandje van de badkamer. Look at it. It's not quite finished. Leuk. Oh, hallo! Je bent al niet aan het vloggen, hè? Nee, joh. Dit heb ik gisteren allemaal geschuurd. Ik ruik weer even. Vertel het eens. Oude dibbes. Ik weet het niet, ik heb het nog niet gezien. Oh, je bent helemaal niet betrokken bij het hele plan. Hallo, ik ben je teringbende aan het ruimen boven, ja. Welke bende? Jullie boeken, niet mijn boeken. Mother is not amused. I'm not amused, no. No. Daddy is. Always busy the daddy. Klaarblijkelijk is er een grote haast, waardoor mijn koffie in de auto geconsumeerd gaat worden. We hebben spotjes voor in de keuken, 3. En deze zijn voor in de badkamer, omdat het plafond heel laag is. Noah, shut up. Oude dibbes. Omdat het plafond heel laag is, willen we liever van die inbouwspotjes. Zodat je genoeg ruimte overhoudt voor je hoofd. Dus dit zijn ze. En we hebben nog extra tegeltjes gekocht voor nog wat stukjes in de slaapachterkamer. En nou ja, dit zijn van die smeersels, daar gaat mijn vader lekker mee aan de slag. We zijn dus nu net thuis en we hebben dus wat spulletjes gekocht bij de Hornbach. Ah ja, 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 juppie, juppie. En 2 stoelen die ik echt vet graag wilde bij de Phantom of zo. Dat waren die stoelen waar ik net op zat, die een beetje donkergroen-blauwe. En die leken me heel leuk voor mijn... eethoekje. Zo gaan we het wastafeltje die we hadden besteld bij IKEA in elkaar zetten. Oké. Okay. Dit is de Gutwiken. Het wasbakje. En komt hier een kraantje. Kijk of je ook een foto hebt van het... Ja, het kastje is niet zo heel bijzonder, denk ik. En hierop komt een soort plankje van bamboe. En daar komt dan dat ronde bakje in. Kijk, dit is het begin van het kastje van de badkamer. Op dit bamboestukje, die moeten we nog even vastzetten. Daar komt het fonteintje op. En het deurtje hebben we net ingemaakt. En later komt er ook nog een plankje in als we weten waar dat leidingwerk heen gaat. Dus ik ben er erg blij mee. En er zitten roestvrij stalen pootjes onder. Die hebben we er net onder gezet. Ik sta hier nu beneden in mijn nieuwe kamer. En ik ga even laten zien wat er allemaal weer is bijgekomen. Want dit is wel echt een leuke grote verandering. Moet je zien. Oh, dat is een apparaatje wat daar staat voor het vocht of zo. Vocht, luchtvochtigheid. Dit is de nieuwe muur die er is ingezet vandaag. En hier zit dus de badkamer in. Dus als je naar de gang loopt, het moet nog een gang worden, zie je al dat dit zeg maar de opstelling is van een badkamer. Hier komt nog een kraantje in en nog zo'n groot steen dingetje. Ja, en dan is dat zeg maar het idee. Alleen de loodgieter moet nog allemaal dingen eronder gaan maken. Er moet sowieso nog heel veel gebeuren, maar dit is gewoon het eerste stuk van de muur. Wat natuurlijk nog helemaal betegeld gaat worden en zo. Nou ja, dan loop je naar binnen. En nou ja, de keuken is nog niet zo heel veel gedaan. Wat wel is opgehangen is voor het warme water de cv-ketel. Ja, die
hangt hier. Maar ik heb hier verder niks mee te maken, want dit wordt dichtgemaakt. Ik weet niet of ik dat had gezegd, maar dit was vroeger ook een open haard. Dit wordt natuurlijk ook nog helemaal geschuurd en opnieuw geverfd. En maar hierin wordt dus een kast gemaakt. Dat vind ik, vond ik een erg leuk idee van mijn vader. Dat wordt nog helemaal dichtgemaakt. Dat zit iets voor de elektriciteit, wat nu echt lelijk is. En mijn vader die heeft dit gemaakt. Hier zaten ook alweer allemaal leidingen onder en zo. Dus mijn vader die heeft het dichtgemaakt. En het moet nog geverfd worden. De elektricien is ook lekker bezig geweest. Overal waar die blauwe dingetjes hangen, is hij mee bezig geweest. En dit, ja, mijn vader heeft de deur er al ingezet voor het idee. Die deur wordt ook nog een andere kleur geschilderd. Maar dit wordt dus, waar nu al het gereedschap ligt, dit wordt dus mijn inloopkast. Maar dat moet dus ook nog één metamorfose worden, want het is nu echt een, ja, een rommelhok. Ik vind het echt leuk. En ik vind het ook leuk om er me zo mee bezig te zijn. Oeh, lekker liggie zo. Dus dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en, nou ja, hopelijk tot de volgende keer. Doei!